Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Hoe betrouwbaar en correct is het beleid bij Bpost? Wie heeft welke verantwoordelijkheid, overheid en bedrijf? We proberen klaarheid te scheppen. En ook de Zweeds-Iraanse VUB-gastprofessor Ahmadreza Djalali is een gevangene van het Iraanse regime. Vandaag al 7 jaar. Inge Franke sprak met zijn echtgenote. I remember my daughter cry a lot and she called the Swedish government, Belgium government, MEP and also asked to them, please save my dad, please stop execute my dad. Fantasiebedrijf Disney sleept gouverneur Ron DeSantis voor de rechter. Een krachtmeting in Florida die in heel Amerika met spanning wordt gevolgd. Het is vrijdag 28 april, dit is Ter Zake. Wat is er toch aan de hand bij Bpost? Weken geleden al kwam aan het licht dat er iets niet klopte met de contracten voor de krantenbedeling. Exit CEO en Bpost stop. En sindsdien zijn de vragen, onduidelijkheden, wie weet, ongeoorloofde zaken alleen maar toegenomen. Zometeen meer daarover. Eerst, en voor alle duidelijkheid, Bpost is al lang niet meer de post van weleer. Bram van de Putten. Steeds dezelfde koortsachtige bedrijvigheid. Een onophoudend heen- en weergeloop dat durend blijft tot de eerste uren van de nacht, als de meeste briefschrijvers onbewust genieten van hun vaste eerste slaap. Eind jaren 60. De Belgische Post is een staatsdienst, de postbode nog facteur en het leven een pak eenvoudiger. Maar in de jaren 90 kan, mag en moet al dat afstempelen en voorsorteren wat moderner. Van rigide posterij gaat het naar autonoom overheidsbedrijf. En in 2000 is de post een NV van publiek recht. De post wordt omgevormd tot Belgian Post Group, een bedrijf met een hele reeks dochterondernemingen. Postnet bijvoorbeeld zal de mensen thuis internet aanbieden. De post moet een modern commercieel communicatiebedrijf worden. En het grote voorbeeld is Nederland. Hier worden niet alleen postzegels uitgereikt, hier moet verkocht worden. In een Nederlands postkantoor kan je enveloppes kopen, wenskaarten en schrijfgerief. Maar je kan er ook een vakantiereis boeken of tickets kopen voor een concert. Maar één iets verandert er niet. Van de 670.000 kranten die via een abonnement elke dag in de bus vallen, bestelt de post er 450.000. De post blijft gewoon kranten en tijdschriften aan huis leveren, zonder discussie. Tot Europa in 2013 een openbare aanbesteding eist. 3, 2, 1... Het vernieuwde, beursgenoteerde Bpost haalt opnieuw die krantenconcessie binnen. Goed voor een stevige portie overheidssteun van 300 miljoen euro per jaar. Wij zijn de brengers. De brengers van nieuws van dichtbij en ver weg. Maar het krantencontract brengt prijsafspraken en gesjoemel met zich mee. En dat kan Bpost straks wel eens zuur opbreken. We zijn ook de brengers van morgen. En nu is de vraag natuurlijk, wat brengt morgen voor Bpost? Welkom Piet de Buit, journalist bij De Tijd. U volgt dit dossier al heel, heel lang. Die commercialisering van Bpost, is dat eigenlijk het moment waarop dingen ook zijn beginnen fout te gaan, denkt u? Is het zo simpel? Ik zou niet meteen een onmiddellijke link leggen tussen commercialisering en dingen die fout lopen. Maar het is wel een enorme transformatie dat het bedrijf heeft ondergaan in al die jaren. Van een klassieke bedeler van post, brievenpost voornamelijk, naar echt wel het bedelen van pakketten volgens heel strikt getimede schema's, op tijd en stond, liefst zo snel mogelijk. Omdat die pakketten natuurlijk door internetgebruikers zijn besteld en die willen zo snel mogelijk die pakketten geleverd krijgen. Dat maakt dat de hele organisatie van Bpost enorm veranderd is over de jaren heen. En dat eigenlijk de manier waarop het bedrijf werkt ook heel complex is geworden. Mm-hmm. Je hebt heel veel logistieke processen die daarin meespelen. En iemand die daar niet in thuis is, ja, die zou bij zijn spreken zichzelf verliezen. Daarin het is een heel complex bedrijf geworden. Ja, heel complex bedrijf, zegt u ook. En dan is er ook nog de laag Europa misschien, die daarmee een rol in heeft gespeeld. Of ga ik te kort door de bocht? Wel, Europa speelt zeker een belangrijke rol bij een dergelijk type bedrijf, omdat het nog altijd voor de meerderheid
in handen is van de overheid. Het postbedrijf is nog altijd voor 51% in handen van de federale overheid. Dat wil zeggen dat elke financiering die afgesproken wordt tussen de overheid en het postbedrijf moet gecontroleerd worden op staatssteun of onrechtmatige staatssteun. Omdat nu eenmaal het postbedrijf ook werkt in een markt waar andere spelers, private spelers, actief zijn die niet van staatssteun kunnen genieten. Dus daar zitten limieten op eigenlijk? Daar zitten limieten op, daar zitten controles op, ja. Inderdaad. Een heel ingewikkelde constructie wordt zo'n bedrijf. Dan zegt u, ik wil al even aanstippen, dan komen ook consultancybedrijven in beeld. Wat is hun rol dan op zo'n moment? McKinsey wordt in verband met Bpost genoemd, hè? Ja, McKinsey is een van de consultancybedrijven dat bij wijze van spreken een hoofdleverancier is aan Bpost sinds jaar en dag. Voor het maken van doorlichtingen. Bijvoorbeeld, op welke manier kunnen we efficiënter te werk gaan om bijvoorbeeld bepaalde pakketten binnen bepaalde rurale gebieden toch op tijd ter plekke te krijgen en liefst zo snel mogelijk. Hoe moeten we ons organiseren in stedelijke gebieden waarbij nog postbodes zijn die brievenpost doen? Kunnen zij ook pakketten met zich meenemen? Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk logistieke processen vergen die ook wel moeten kunnen ingeschat worden, onderzocht worden, doorgelicht worden om te kijken wat de kosten zijn en wat de opbrengsten zijn voor een dergelijk bedrijf. En daarvoor heb je dan consultants zoals McKinsey, die daarvan gebruik maken om volop dat door te lichten en te zeggen aan Bpost, goed, jullie kunnen misschien op die manier te werk gaan of op die manier. Die adviseren als het ware. Ja. We praten zo meteen verder. Want dat is het ruimere plaatje, maar laten we nu eens inzoomen op de zaken die slordig tot mogelijk tegen de regels verliepen bij Bpost. Willem van Mullum en Wannes de Beukelaar. Vandaag op nieuwsite Apache, een artikel over Bpost met een niet mis te verstaande titel. Wat we willen aankaarten is eigenlijk dat het eigenlijk heel weinig gescheeld heeft of alles wat we vandaag horen over Bpost, alles wat er blijkbaar misloopt, was eigenlijk in een doofpot gebleven en was nooit boven water gekomen. Tom Cochet is de auteur van het artikel. Het gaat over de deal tussen Bpost en de krantenuitgevers voor de krantenbedeling. Er wordt nu onderzocht of daar sprake is van illegale marktafspraken en dus eigenlijk onrechtmatige subsidiëring voor de krantenuitgevers. Geen nieuw verhaal, want Cochet schreef er 13 jaar geleden ook al eens over. Dus daaraan zie je, ja, daar zit te weinig controle op, daar zit te weinig... Maar tegelijkertijd lijkt het dat alle betrokken partijen ook in het krantencontract heel erg gediend waren met dat gebrek aan transparantie, dat iedereen daar wel zijn winst in zag in dat model. En dat heeft denk ik gemaakt dat er zo lang niks gebeurd is. De krantendeal is één ding, maar er kwam deze week nog heel wat meer naar boven. Er worden nog 3 contracten tussen Bpost en de overheid onderzocht. Over de zogenaamde rekeningen van de staat, het innen van boetes en de behandeling van nummerplaten. Oppositielid Michael Freilich van N-VA heeft het over een constructiefout. Bpost is namelijk een beursgenoteerd, autonoom overheidsbedrijf. Dus dat betekent dat er 3 elementen zijn. Enerzijds is het beursgenoteerd, wat betekent dat voor het bedrijf winstmaximalisatie voorop ligt. Anderzijds is het autonoom, wat betekent dat de overheid zich niet mengt met wat er daar gebeurt. Maar uiteindelijk is het ook een overheidsbedrijf, wat betekent dat er nauwe contacten zijn op verschillende niveaus en ook dat de overheid Bpost vaak ziet als een bedrijf waarmee het vaak moet of kan samenwerken. Er ging haast geen dag voorbij deze week of er kwam slecht nieuws over Bpost naar buiten. Dat weegt op de organisatie, op de werkvloer en op de beurs. Als uit het onderzoek blijkt dat er dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen, dan gaan wij het boetekleed aantrekken en wij dragen de gevolgen. Wij gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we het vertrouwen van onze klanten, van onze aandeelhouders, van onze mensen opnieuw kunnen inwinnen. Voor de oppositie is minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter van Groen kop van jut. De minister had en moest harder op tafel staan en had ook moeten zeggen van kijk, als wij niet de correcte antwoorden krijgen van het management, ja, dan gaan er stappen volgen in de raad van bestuur waarbij dat er mensen kunnen ontslaan worden. Dus zeker en vast, ik denk dat Petra de Sutter in deze veel te laks is geweest, veel te naïef is geweest, te meegaand met Bpost. En dat ze nu zelf beseft dat ze 2 jaar lang in het ootje is genomen. Het is een probleem dat al heel lang leeft. Dus het is een beetje verkeerd, denk ik, om te kijken naar de huidige minister in dit verhaal. Het is iets dat al heel lang meegaat. De minister heeft daar eigenlijk ook niet echt heel veel zeggenschap over. Er moet voldoende vertrouwen zijn. Maar dat kan eigenlijk voornamelijk, denk ik, door als minister, als je dan toch iets wil doen, door extra transparantie te eisen. Dat betekent dat ministers van meerderheden waar ook N-VA in zat, die hadden dan misschien ook wel wat harder op tafel moeten slaan? Ik geef het volmondig toe.
elke politieke partij die in het verleden aan de macht was, heeft dit laten betijen. Nu, het is wel zo dat het zwaartepunt wellicht bij de minister van Overheidsbedrijven. Dat was voormalig minister Paul Magnet. Nadien Alexander De Croo en Philippe De Bakker. En inderdaad, vandaag Petra de Sutter. Die hebben allemaal hetzelfde lot ondergaan, waarbij dat Bipost dicteerde. De Belgische staat kon betalen, maar niet bepalen. En we vroegen ook een reactie aan federaal minister voor Overheidsbedrijven op dit moment, Petra de Sutter. En bij veel contracten ontstaat bij de mensen de vraag, wilden politici die daarover gingen, wilden ze dat niet weten, konden ze dat niet weten, werden ze daar buiten gehouden of wilden ze vooral niet op de hoogte gebracht worden? Ja, dat zijn moeilijke vragen als het over het verleden gaat. Ik kan alleen maar zeggen, toen ik begonnen ben in 2020, heb ik mij gerealiseerd van hoe de situatie bij Bipost was, hoe die cultuur ook was. We hebben in het krantencontract, dat is eigenlijk het eerste contract waar duidelijk geworden is, hier is gefraudeerd. Er is kartelvorming geweest, dat is nu in volle onderzoek. Hebben we eigenlijk pas gemerkt hoe fout het liep bij een aantal contracten bij Bipost. En dus nu meer dan één, niet alleen het krantencontract. Wat we eigenlijk doen is de kast opentrekken en daar vallen lijken uit. En die moet je gaan opruimen. En zijn dat de laatste lijken of verschiet u van niets meer op den duur? Want ja, ik weet dat Bipost zichzelf nu onderzoekt. Is dat ook de beste manier? Wel, om te beginnen, ik hoop dat het inderdaad dat de kasten helemaal open zijn en dat we dus nu weten wat er aan de hand is. Dat proces is nog bezig. Ik weet wel dat het huidige management absoluut de overtuiging heeft, en dat zie ik ook in alles, om het voor de toekomst echt helemaal anders te doen, om echt komaf te maken met die oude cultuur. Intussen zegt de oppositie, u als minister, de staten in het algemeen, ja, u krijgt de ene klap na de andere, dit is niet goed gemanaged. Wel, ik vergelijk me een beetje met een crisismanager die in een bedrijf binnenkomt waar er problemen zijn en die de problemen moet gaan oplossen. Ik denk niet dat je aan die crisismanager kunt zeggen, u bent verantwoordelijk voor de problemen die u aantreft. Dus ik begrijp dat dat kritiek is. Oppositie moet dat doen, kritiek geven op de regering. Maar als we terugkijken, zien we dat dat een probleem is in de cultuur, in de relatie tussen Bipost en staat, die tientallen jaren teruggaat. Ik heb nu die kasten opengetrokken en daar vallen lijken uit. Die moeten we opruimen en dan moeten we kijken hoe we dat bedrijf terug op de rails kunnen zetten voor de toekomst. Ja, meneer De Puyt, journalist bij de Tijd. Wie heeft er nu gelijk? Is de minister te laks geweest, zoals N-VA zegt, of is ze inderdaad maar een crisismanager? Wat ik vind een belangrijke nuance is wel dat minister De Sutter sinds 2020 verantwoordelijk is voor het bedrijf. De opstart van de procedure van de persconcessie, de nieuwe persconcessie, is gebeurd in de loop van 2021. Mm-hmm. De vaststellingen die zijn gemaakt in de audit, die door het postbedrijf zelf is opgestart geweest, zijn dat er inderdaad mogelijkerwijs afspraken zijn gemaakt om een concurrent van Bipost uit de markt te halen en Bipost alleen de offerte voor deze persconcessie te laten binnenhalen. En dat er diverse contacten zijn geweest tussen Bipost-mensen en het betrokken bedrijf en de overheid om een aantal zaken ten gunste van Bipost te laten evolueren. Ja, dan wat niet mag. Dat absoluut niet mag. Dat zijn concurrentieregels die daar heel strikt gelden en die doorbroken zouden zijn geweest op basis van wat we in het auditrapport lezen. Ja, dan stel ik alleen maar vast dat uiteindelijk het management vanuit de overheid via de voogdijminister de zaak niet goed opgevolgd heeft. Mm-hmm. Dus dan is er toch ergens een lacune in wat ze hadden kunnen doen? Want dat is ook een vraag. Hè? Wat kan de overheid in hoe de post nu georganiseerd is, eigenlijk nog doen? Wat heeft hij te zeggen en hoe kan hij eventueel controle uitvoeren? Kan dat nog? Als de overheid controle wil uitvoeren, dan moet dat gebeuren op een manier waarbij er duidelijk ook Chinese muren zijn tussen enerzijds wat de overheid betreft, de opdrachtgever, en anderzijds de uitvoerder van de concessie, van het contract. Dus in dit geval Bipost? In dit geval Bipost. Met andere woorden, dan moet je in de praktijk erover waken dat die Chinese muren, die Chinese walls, daar zijn en dat die ook gerespecteerd worden. Maar als je vaststelt dat bepaalde medewerkers van Bipost wel degelijk onderontjes hebben met ofwel concurrenten ofwel met de overheid om de offerte in een bepaalde richting te sturen ten voordeel van Bipost, dan zie je dat die controle en die scheiding niet gebeurt. Ja. En dan moet daar in eerste instantie over gewaakt worden. Het maakt het natuurlijk extra complex als bepaalde gewoontes zijn ingesleten die al in de voorgaande jaren zich hebben gemanifesteerd binnen het bedrijf, binnen de overheid of binnen de relaties onderling tussen overheid en bedrijf. Het maakt het ook extra complex dat als je enerzijds een overheidsbedrijf bent, maar ook een privaat bedrijf beursgenoteerd. Mm-hmm. Dus
dan moet je nog extra waakzaam zijn, zou ik zeggen, om net die spanning, dat spanningsveld op een goede manier te gaan beheren. Ja. En ook extra rukzichtloos zijn in het toepassen van de regels. Mm-hmm. Ja, dat zou je kunnen verwachten. Daar is dus iets fout gelopen. Tegelijk leren we dan ook vandaag dat Bipost mogelijk de Belgische staat te veel heeft aangerekend voor opdrachten die ze blijkbaar ook tot hun pakket mogen rekenen. De levering van nummerplaten, inning van verkeersboetes, wist ik ook niet. Overheidsrekeningen beheren, de 679-rekeningen. Dus de overheid is dan eigenlijk op een manier ook het slachtoffer van te dure rekeningen die Bipost zou hebben ingediend. Wel, dat is een situatie die moet uitgeklaard worden. Is de overheid het slachtoffer of is het de belastingbetaler het slachtoffer? Er is een belangrijke nuance tussen beiden. Omdat de overheid natuurlijk er belang bij heeft om bepaalde zaken uit te besteden aan Bipost, omdat dit ook met de werkstelling te maken heeft. Mm-hmm. En een overheid of een politieke partij die moet aankijken tegenover zware afvloeiingen of tegenover de mogelijkheid om opdrachten uit te besteden aan het betrokken bedrijf waarbij de afvloeiingen kunnen vermeden worden, is op die manier ook in een belangenkwestie actief. Ja. En kan dus ook verleid worden winst, om iets te gunnen aan Bipost, waardoor ook afvloeiingen in de toekomst vermeden worden. En zo zit je dus in een soort perpetuum mobile, waarbij Bipost er belang bij heeft om iets te krijgen van de overheid. De overheid er belang bij heeft om iets te geven aan Bipost met tewerksteling dat kan behouden worden. En dus stille maar zeker een Bipost dat dus beschikt over een tewerkstellingspark, mensen, mobiele auto's en eenheden, maar dus een zware vaste kostenfactor, waarbij eigenlijk die overeind wordt gehouden dankzij concessies en contracten die worden gegeven aan Bipost en waarbij het veel moeilijker wordt om zomaar even de knop in te drukken en te zeggen, nu stopt het, want die mensen, hun jobs zijn dan in gevaar. Ja. En waarbij zelfs ook op termijn alleen maar uit de negatieve spiraal kan gestapt worden als je eigenlijk naar de toekomst kijkt van hoe die dotaties en die concessies in de contracten meer en meer kunnen afgebouwd worden met behoud van tewerkstelling of met herplaatsing van de jobs, collectief ontslag vermijden op zijn minst, een perspectief inbouwen waarbij je dus die hoge kosten van tewerkstelling die alleen maar gevoed worden door overheidscontracten, terug in balans kan krijgen om dan te kijken hoe kunnen we mensen herplaatsen. Hoe kunnen we effectief ook maken dat de vaste kosten verlagen? En hoe kunnen we maken dat er een level playing field komt tussen concurrentie in de privé en overheidsbedrijven om bepaalde opdrachten al dan niet via een openbare aanbesteding transparant te gunnen, uit te besteden of al dan niet te doen? Ja, wat u nu zegt, dat gaat dus inderdaad heel, heel ver. Want dat betekent dat je heel het idee van hoe Bipost werkt, onder welke voorwaarden enzovoorts, moet herbekijken. Rol van de overheid ook. Kan het dat binnen Bipost, onder meer met behulp van de consultancybedrijven, ook de duurdere kosten zijn afgeschoven op de overheid? Ja, wat je dan moeilijk het bedrijf, of de werknemers althans, niet kunt kwalijk nemen, toch? Ja, zoals ik in het begin al zei, het is een heel complex bedrijf. Dat wil dus zeggen dat ook het toerekenen van kosten, het lokaliseren van kosten of uitbesteden of factureren van kosten, dat is op zich al een heel complex mechanisme. En je moet al een kenner zijn om dit goed te kunnen opvolgen. En je moet ook de juiste personen kunnen hebben, ook aan de kant van de overheid, om dat te kunnen managen en te kunnen opvolgen. Anders ga je ongetwijfeld wellicht te veel kosten aangerekend krijgen, te hoge winstmarges toelaten en op die manier opnieuw uiteindelijk een markt verstoren met een overheidsbedrijf dat voor een deel privaat is en voor een deel overheidseigendom is. En waar Europa dus nu ook een blik op werpt. We moeten afronden, maar wat denkt u, komt dit goed? Want er zitten allicht minstens boetes aan te komen, begrijp ik. Eventueel ook straffen als er echt onwettige dingen zijn gebeurd. Maar ziet u het goed komen? Het is in het verleden al gebeurd dat Europa beslist heeft om staatssteun dat overmatig werd toegekend, om dat terug te eisen. Het zou best kunnen zijn dat dat in de toekomst ook mogelijk is. Het kan ook zijn dat de Belgische overheid zelf beslist om, kijk, we zijn overmatig gefactureerd geweest, we moeten dit terugkrijgen. In ieder geval, het hangt als een zwaard van Damocles boven Bipost, want Bipost is beursgenoteerd. Daar zitten ook veel particuliere beleggers bij, die uiteindelijk ook de bui stilaan maar zeker zien hangen, waardoor de koers ook zwaar onderuit is gegaan en waardoor dus heel veel mensen met belangen in het bedrijf uiteindelijk meegetrokken zullen worden. Iets om te blijven volgen in elk geval. Piet de Puyt, heel hartelijk dank voor de komst. Gisteren waren de zus en goede vriend van Olivier van de Kastelen nog te gast in de afspraak. Van de Kastelen zit gevangen in Iran, zoals u weet, en er wordt onderhandeld over zijn vrijlating. Maar Van de Kastelen is niet de enige gevangene in Iran met een link met ons land.
Ahmadreza Djalali is gastdocent bij de VUB en is in 2017 op beschuldiging van spionage in Iran ter dood veroordeeld. 7 jaar al voeren zijn collega's en vrienden hier campagne voor zijn vrijlating. Zijn echtgenote, Vida Merania, was deze week in ons land om zijn zaak te bepleiten. En Inge Franke sprak met haar. Het is deze week al 7 jaar geleden dat Ahmadreza Djalali in de gevangenis belandde in Iran. Jarenlang al hangt hem de doodstraf boven het hoofd. Grote angst en onzekerheid voor zijn familie. Hallo. I want to say thank you for all of you. You are here with me. Zijn vrouw Vida Megrania is 5 dagen lang in België om aandacht te vragen voor het lot van haar man. We got support all the people in the world, but still Ahmadreza in the jail. De Zweeds-Iraanse dokter in de rampengeneeskunde is in Iran beschuldigd en veroordeeld voor spionage zonder eerlijk proces. Enkele keren al is hij eenzaam opgesloten. Hij is al overgebracht naar de gevangenis waar executies worden uitgevoerd. Maar hij leeft nog, voorlopig. Bellen met zijn vrouw en kinderen mag hij niet, maar de familie is creatief om toch maar zijn stem te horen. I don't have any direct contact with him because it's for 2.5 years they didn't allow to him have contact with us. He had contact with his relative in Iran and they have call me and with other telephone and just we had 2 telephone put together and we can hear our voice. He lost 15 kilogram weight and is only 55 kilograms and look like skin and bone. They threatened him for 4 times for carry out death sentence. It was a trauma and a nightmare for he and also my kids and me also. Om Ahmadreza vrij te krijgen is er druk nodig, politieke druk. Van België, van Zweden, van de hele Europese Unie. Talloze gesprekken voert Vida Megrania met politici op alle niveaus, ook in het Europees Parlement. Hi. Nice to meet you. Welcome to the parliament. De eerste afspraak vandaag is met een Zweeds parlementslid. I have also together with some other colleagues in the parliament tried to raise his case several times. Yes. And we will be continuing doing that, I promise. Because you know, for 7 years MEP done a lot, but yes. I think it's not enough. We need more pressure, more action for help and support him because he is still under death sentence. He's suffering a lot. How can you put pressure? Well, one of the most important things is to act together across the member states. If 27 member states together act towards the Iranian regime, then I believe that the regime would understand the consequences of their actions. We have several dual citizens and we need to ensure that they're released. En dan zijn er de Europese burgers die vastzitten, zoals de Belg Olivier van de Kastelen. Misschien kan hij vrijkomen door een gevangenenruil. Vida Megrania houdt zich veiligheidshalve op de vlakte. I have this sympathy for them also because I know they are suffering like me and my children because it's both of them they are innocent and both of them they are hostage in Iran. Vraag is of al die politieke bezoeken uiteindelijk iets uithalen. 4 jaar geleden was Megrania hier ook met hetzelfde doel. Hallo. Madam. Vida Megrania, nice to meet you too. Please, we will sit there. Ze ontmoette toen de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Reinders. De huidige minister Labib heeft ze niet kunnen zien. I'm still waiting for have a meeting with a foreign minister also affair. I know she is also a mom. No, she knows about how I suffering. With me and my children. My son couldn't see him for 7 years. My daughter is the same. And I hope she understands me and wants to meet me and help and support me. Do you dare to look into the future?
Before I had a lot of hope, but sometimes it's going down, and I don't know how it's going because it's, we are suffering. Not one day, 2 days, 7 years look like anniversary, but this anniversary is heartbroken and painful for us, not normal one. Mickey Mouse en co. gaan in het verweer tegen Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en ambitieus boegbeeld van de Republikeinse Partij. De krachtmeting tussen die twee partijen leest als een reeks, een tv-reeks, met cliffhangers. Vicky van den Berg en Stijn Valk. Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs, you idiot. De remake van Disney's Kleine Zeemeermin komt volgende maand uit. Ariel en co. zien er wat anders uit. Ze heeft bijvoorbeeld geen rood haar meer. Disney evolueert en maakt keuzes en statements, commercieel geïnspireerd of niet. Disney grossiert dan wel in sprookjes. Als de multinational wordt aangevallen, wacht het niet op een lieve fee, maar trekt het naar de rechter. Zoals nu in een ongezien en bits gevecht met Ron DeSantis. It is just inappropriate for a teacher to be telling a student that they may have been born in the wrong body. It's inappropriate to be telling them their gender is a choice. And so we took a stand against that in Florida, signed legislation called the Parental Rights in Education. And we got a lot of flack from the left and the media, and even got flack from a company that some people have heard of in Florida named Disney. Disney, and vooral Disney World in Orlando, is the grootste werkgever in Florida. Maar van Hakuna Matata is geen sprake meer. Gouverneur DeSantis trekt op kruistocht tegen al wat onder de noemer woke valt. Voorlichting over seksualiteit en gender op school? Hij denkt van niet en verbiedt het per wet. Disney bekritiseert dat en sindsdien trekt DeSantis ook op kruistocht tegen Disney. They provide tens of thousands of jobs, paid over $1 billion in state and local taxes, and produce billions of dollars of economic activity. And they have been under attack, basically, by the governor and the legislature ever since they spoke out against a bill that some people have labeled the Don't Say Gay Bill, which would prohibit teachers from talking about sexual orientation and gender identity in schools. Now there's a new sheriff in town. We've taken away their self-governing status. There's a lot of little back and forth going on now with the state taking control, but rest assured, you ain't seen nothing yet. There's more to come in that regard. Waarom geen gevangenis bouwen naast de parking van Disney World op DeSantis? Of een bouwvergunning voor een concurrerend park vlakbij? Gedaan met de privileges en fiscale voordelen in zijn staat, waar Disney inderdaad historisch een speciale status heeft bedongen. That goes back to the 1960s when Disney was thinking about moving here and opening up a new theme park. They had already had one in California, but were beginning to think about opening one on the East Coast. And so the Florida legislature and the governor at that time did give them special tax districts to provide government services, to build infrastructure, to issue bonds, to borrow money so they could build roads and do flood control and these kinds of things. Now, in return, though, Disney taxed itself a lot more than it would have been taxed by local governments, and they paid for everything. Rather than having the taxpayers have to pay for it, Disney had to pay for it. So that, in a sense, to me, you know, that was the trade-off. Officieel is het nog niet, maar DeSantis' ambitie reikt verder dan Florida. In het Witte Huis zou hij ook wel kunnen aarden. Moet hij daarvoor de slechterik spelen in het Disney-universum, dan doet hij dat. When he attacks woke corporations, or when he really pushes conservative social legislation, his poll numbers go up and his name recognition go up all across the country, not just in Florida, but all across the country. But I think the big question is, in the longer run, will attacking Disney help him if he gets further? Let's say he gets the Republican nomination. Will this actually help him in a general election? Yes, certainly it's going to help him with Republicans who say, oh, Disney's a woke company and we want to go after them. But I don't know if the average American, once we get that far, is going to think this is a great idea, that you should be attacking companies for speaking out.
De rechter moet nu bepalen of de bekendste muis ter wereld het slachtoffer is van overheidspesterijen. Als het een klassiek Disney-verhaal is, eindigt het meestal met een happy end. Maar dat valt dus nog af te wachten. Thomas de Graven, wat hoopt Disney te bereiken met deze rechtszaak? Wel, volgens hen is hun grondrecht geschonden. Ze hebben het recht op vrije meningsuiting en ze zeggen, ja, wij hebben dat uitgeoefend, want deze hele zaak, dit hele conflict is begonnen nadat wij standpunt hebben ingenomen tegen die zogenoemde Don't Say Gay Bill, de Parental Rights in Education Act, die dus zegt dat kinderen tot in het tweede leerjaar ongeveer niet in aanraking mogen komen in de les met seksuele geaardheid, met genderidentiteit. Disney zei, wij vinden dat een slechte wet, die had nooit mogen aangenomen worden. Wel, meteen daarna, nadat ze dat gezegd hebben, heeft de Stantis stappen ondernomen om hun speciale status die ze daar hebben in Reedy Creek, om die aan te passen, om hun zeggenschap in te perken. Nu, Disney zegt, wat wij daar kunnen in Reedy Creek, dat is net waardoor wij zo groot zijn kunnen worden, waardoor wij zo'n belangrijke speler zijn kunnen worden in de economie van Florida. Ja, meer dan 70.000 werknemers, 50 miljoen bezoekers per jaar. Dus als je dat gaat inperken, ja, dan schaadt je het bedrijf, maar niet alleen ons bedrijf, maar ook gewoon de staat Florida. Mm-hmm. En dat allemaal omdat wij een grondrecht hebben uitgeoefend. En maken ze ook echt kans met die redenering, denk je? Volgens juridische experts wel, want de tijdlijn is vrij duidelijk. En er is ook veel bewijsmateriaal, omdat Ron DeSantis heel veel uitspraken gedaan heeft in de media, heeft er ook over geschreven in zijn memoires, waarbij je echt de link kunt leggen tussen dat standpunt dat ze hebben ingenomen en zijn acties. Dus ja, volgens juridische experts heeft Disney wel een sterke zaak. Nu, we hoorden de expert ook zeggen, DeSantis heeft zich officieel nog niet kandidaat gesteld, maar men verwacht dat hij dat vroeg of laat wel zal doen, maar dat hij dan met deze uithaal en zaak wel een risico neemt. Ja. Eens? Ja, omdat ja, ten eerste, het is een groot en belangrijk bedrijf in Florida, een geliefd bedrijf ook. In het begin was hij nog wel de sterke gouverneur die opnieuw ten strijde trok tegen woke. Maar nu beginnen zelfs bepaalde republikeinen ook te schuifelen. Want kijk, dit gaat in de richting van een republikein die probeert meer staatsinvloed uit te oefenen op een bedrijf. Ja, normaal gezien, beetje contradictorisch, ja, eigenlijk. Republikeinen zijn normaal gezien voor heel veel vrijheid voor bedrijven. Hier probeert hij net die bedrijven wat vleugellam te maken. Plus, het gaat ook over het inperken van een vrijheid, hun grondrecht, de vrijheid op meningsuiting. Ja, dat ligt aan de grond van de zaak. Dus opnieuw, het is een beetje contradictorisch voor een republikein daar. Zal hij zich ook kandidaat stellen? Want zoals ik al zei, het is nog niet gebeurd, hè? Alles wijst daar toch op. Er wordt al over gesproken, zeker sinds de midterms, want hij heeft daar een heel sterk resultaat neergezet. Hij is daar met 20% voorsprong op zijn democratische tegenkandidaat, heeft hij daar gewonnen. Dat heeft hem standing bezorgd binnen de Republikeinse Partij. Onmiddellijk ook veel donoren die naar hem begonnen te kijken als een meer appetijtelijk alternatief voor Trump, die toch wat beschadigd was, laat het mij zo zeggen. Hij heeft ook dat sterke mandaat dat hij daar gekregen heeft van de kiezer in Florida meteen omgezet. Nu ook tijdens de wetgevende sessie in Florida heeft hij heel veel erg conservatieve wetten aangenomen. Een abortusverbod na de termijn van 6 weken. Lossere wapenwetten, nog meer strikte regels over wat wel en niet gezegd mag worden in het onderwijs. Dan gaat het over de geschiedenis van de VS, wat er over de slavernij mag gezegd worden. Hoe er wordt gesproken over rassenrelaties binnen de lessen. Dus allemaal dingen die erop wijzen dat hij een soort van lijst aan het opbouwen is, een soort van adelbrieven die hij dan kan voorleggen om te tonen van kijk eens wat voor een conservatief walhalla dat ik gemaakt heb van Florida. Nog iets wat erop lijkt te wijzen is dat er nu een wet zou worden aangepast. Kijk, normaal gezien in Florida, als je voor een ander politiek mandaat gaat als politicus, dan moet je je huidig politieke mandaat laten vallen. Dus stoppen als gouverneur. Stoppen als gouverneur. Wel, nu ligt die wet ter discussie. Die worden aangepast en DeSantis zou dan niet moeten stoppen als gouverneur wanneer hij voor het presidentschap gaat. Dus dat is nog iets wat erop wijst dat hij toch nog altijd met die plannen rondloopt. Tot slot, ook argument om te denken dat hij het serieus neemt, is dat hij blijkbaar ook aan een internationale tournee bezig is op dit eigenste moment. Maar denk je dat hij ook kans maakt om die nominatie dan binnen te halen?
Wel, we zien hem hier in beeld trouwens. Ja, hij is op dit moment. Hij was eerder deze week in Japan, ook in Israël. Is op dit moment in Londen. Misschien om een beetje te werken aan zijn internationale standing. Want hij heeft een tijdje geleden een kleine blunder geslagen. Zei over de oorlog in Oekraïne dat dat maar een regionaal conflict is waar de VS niet te veel aandacht aan moet besteden. Want dat is niet van vitaal belang voor de VS. Is hem op heel veel commentaar komen te staan, ook binnen de Republikeinen, die toch vonden dat dat toch wees op weinig inzicht in politieke of internationaal politieke relaties. Dit moet hem ook de nodige credibiliteit op het wereldtoneel dan bezorgen. Die filmpjes die je net zag, die zullen dan ook van pas komen in een eventuele campagne. Maar maak die kans. Hij staat nog altijd heel ver achter op de grootste kanshebber, Donald Trump. Hij heeft wel veel geld dat hij kan spenderen in verkiezingscampagnes. Maar goed, hij heeft niet het charisma van een Donald Trump. Hij is niet erg joviaal in de omgang. Neem dan nog eens bepaalde blunders erbij. Het feit dat hij heel conservatieve wetgeving heeft aangenomen in Florida zorgt er toch voor dat hij misschien niet als de beste kandidaat wordt beschouwd binnen de Republikeinen op dit moment. We gaan het zien. Het is nog heel vroeg. Ja. En hij moet zich ook nog officieel zelf kandidaat stellen. Natuurlijk, Thomas, dank je wel. Dit was Ter Zake, beste kijkers. Het is tijd voor de afspraak op vrijdag. Fijn lang weekend gewenst en heel graag tot dinsdag. Dan met Kathleen. Dag.